FC Groningen moet de kaartverkoop voor de Europese uitwedstrijd tegen Marseille op donderdag 26 november uitstellen. Morgen zou de kaartverkoop van start gaan. Het is op dit moment nog onduidelijk welke voorwaarden de Franse autoriteiten stellen aan het bezoek van de Groningse supporters. Die overwegen de supporters uit Groningen te weren of het maximum aantal beschikbare kaarten naar beneden bij te stellen. FC Groningen heeft de UEFA ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Veel supporters hebben inmiddels een reis en accommodatie geregeld in Frankrijk. Mocht de kaartverkoop alsnog van start gaan, dan laat FC Groningen dat zo gauw mogelijk weten.